Bolzwart was donderdag het decor voor de film Leven Boerenliefde. En daarvoor werden ook een aantal scènes gedraaid in de stad zelf. Steven, opname shoot in Bolzwart. Spannend? Ja, het is voor u een grote dag. Het is natuurlijk de persdag van deze film. Leven Boerenliefde. Takemir komt in de bioscoop. En we vertellen hier een soort première. En dat zit in de film. Dus het is een film in de film. Oké, okay, en ja, het is een grote dag, een prutte vrijwilligers, figuranten, zou dat jit. Maakt het dat ik lastiger? Nou, als je hoe meer mensen als het op de set hebt, hoe gecompliceerder. Maar het is natuurlijk hartstikke leuk als per 100 figuranten erbij haast. Die enthousiast binnen en die meespelen. Dus nee, dat is alleen nog maar leuk, ja. Hoofdrolspeler Cas Jansen vertelt waar de film over gaat. Leven Boerenliefde gaat over een boer Jelte. Dat speel ik. Die 3 jaar geleden zijn vrouw is verloren. Een gezinnetje heeft 2 kinderen in een moeilijke leeftijd. En de kinderen vinden het nou wel eens tijd dat er een vrouw in huis komt. En boer Jelte is daar helemaal niet zo van. Tot het moment dat er inderdaad achterop zijn erf een soort tv-datingshow neerstrijkt. Met een hele mooie presentatrice uit de stad. Ja, en als dat natuurlijk geen relatie wordt en dat daar niet iets moois op bloeit. Het is wel een romantische comedy, dus... Hoe is het om in één keer boer te spelen? Hoe heb je je daarin kunnen inleven? Nou ja, kijk, als je heel veel met Steven de Jong werkt en je praat heel veel met Steven de Jong, dan word je vanzelf een boer. hij noemt zichzelf ook boer. Ik ben een boer en ik weet het wel. En hij heeft mij wel geleerd hoe een boer is. Recht door zee, aanpakken, niet zeiken en doen. Eben, van schaatser ben je in één keer zomaar een acteur geworden. Hoe is dat gekomen? Ik ben er gewoon voor gevraagd. En ik dacht van, ik wilde het al toch wel een keertje kijken, gewoon zo'n filmset. En als je de kans krijgt om een keertje dat van binnenuit te bekijken, is dat gewoon hartstikke leuk. En hoe groot is jouw rol? Heel erg klein. Heel erg klein, ja. Ik hoef voor vandaag bijna niks te doen. Ik hoef alleen maar bij te gaan staan. En ik kwam hier net, ik zit hier natuurlijk al, het is eigenlijk alleen wachten. De hele dag maar wachten. Dus ik heb even de tijd gehad om rustig de Bolzwart te kunnen lopen. En ik liep hier net om de hoek en dan zag ik en denk, hey shit, ik ken het grachtje, want hier heb ik van de winter gewoon geschaatst. En toen heb ik hier ook gezeten. Dus het is hartstikke leuk om het een keertje onder andere omstandigheden Bolzwart ook eens een keertje te bekijken. Mike, opnames hier in Bolzwart. Hoe is het om mee te spelen in zo'n film? Ja, ik vind het super stoer. En je ziet ook nog eens een keer wat van Nederland, hè? Want hoe mooi is Friesland? En dan hebben we ook de film natuurlijk Boerenliefde. Ja, en met de naam als De Boer mag je natuurlijk niet ontbreken. En wat vind je ervan, die setting hier zo? Het is een spannende scène. Ja, je moet wel goed opletten hoor, want die trekker komt met heel veel geweld deze kant op. Ik wil natuurlijk niet dat hij over me heen rijdt. Ik moet vanavond namelijk ook nog eventjes werken. Maar ik vind het echt gaaf. Ik heb een hele lekkere en leuke dag. Voor die scène bij de Broerenkerk waren tientallen figuranten nodig. En onder die figuranten waren ook Merel, Ju en Floor. Hoe vind je het dat je zo meteen in een Nederlandse film mag meespelen? Nou, ik vind dat wel echt heel cool. Ja. En jij? Nou, ik vind het gewoon heel spannend. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik vind het gewoon heel spannend om te doen. En heel leuk. Ik vind het leuk en spannend en ik hoop dat het leuk wordt bij de film. Ja, want er komen ook nog allemaal bekende Nederlanders, Tatum Dagelet en Cas Jansen. Die kun je dus helemaal in het echt zien, hè? Ja, dat is waar, ja. En ga je proberen een handtekening te scoren? Nou, dat weet ik nog niet. Ik heb wel een handtekeningboekje mee, dus ik denk dat ik het wel ga proberen. Ik probeer het te scoren. Ik zou straks even aan moeder vragen. Dat ze een pen en een papiertje heeft. Nou, hey, we houden het hierbij, want volgens mij gaan de opnames zo meteen beginnen. Heel veel succes, hè? En wie weet worden jullie straks helemaal beroemd in Nederland. Moeten jullie de handtekeningen gaan geven? Nou, dat zullen we dan maar doen. Ja, misschien... Toch, meiden? Ja, misschien met z'n drieën. Ja. En de eerste scène die in Bolzwart werd opgenomen was bij de Broerenkerk. Hier vond een grote première party plaats en daar was hoofdrolspeelster Tatum Dagelet ook bij aanwezig. En boer Jelte, die kwam het feestje even flink verstoren. Maar dat moest natuurlijk wel een paar keer overnieuw. En dan nog eens een keer.
En nog eens een keer. Actie! Totdat Steven de Jong zegt... Schitterend! Wat een mooie tijd. Ja, mooi.